Wanneer u op 25 mei het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende politici op de kieslijsten. In Actua Kandidaat laten we u kennis maken met enkele opvallende kandidaten. Elke kandidaat krijgt daarbij de kans om zich aan de hand van een zelfgekozen voorwerp aan u voor te stellen. Exact 30 seconden. Zoveel tijd krijgen de kandidaat-politici om u te vertellen wie ze zijn. Ik ben Katja Segers. In het dagelijkse leven ben ik professor communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel, waar ik lesgeef en onderzoek doe over media en cultuur. Ik ben ook schepen van cultuur en communicatie in de gemeente Liedekerke. En als tweede op de lijst, PA-lijst in Vlaams-Brabant, hoop ik op 25 mei naar het Vlaams parlement te kunnen gaan, waar ik mijn schouders wil zetten onder een aantal dossiers die mij nauw aan het hart liggen. Zoals media en cultuur, de hervorming van het onderwijs en de problematiek van de rand. Welke quote hebt u gekozen? Ik heb twee quotes meegebracht. De eerste is mijn levensmotto en dat is plus et en vous. Naar het schijnt is dat het motto van de Jesuiten. Zelf ben ik het product van het VSO. Maar ik deel wel die bezorgdheid. Het is belangrijk dat elkeen die geboren wordt, zijn talenten waarmee hij geboren wordt, dat hij die ontwikkelt. En altijd streeft om het beter te doen in de maatschappij. Voor zichzelf, maar ook voor die maatschappij. Plus het en vous. En het tweede citaat is er eentje van Albert Einstein. Een mens die bestzinnige dingen heeft gezegd. En hij zegt: not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted. En hij bedoelt daarmee dat zaken die niet alles wat geteld kan worden, wat in kwantiteit kan worden uitgedrukt, is per se belangrijk. En andersom, niet alles wat van waarde is, moeten we en mogen we tellen. En dat geldt in het bijzonder voor de domeinen waar ik me mee bezighoud, media en cultuur. Een goed mediabestel en een goed cultureel landschap waarbinnen mensen zich kunnen ontwikkelen, is ongelooflijk belangrijk voor de zelfverwezenlijking van mensen, voor de emancipatie van mensen tot vrije mensen en tenslotte ook tot hun geluk. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik ben in de politiek gestapt in 2006 naar aanleiding van de lokale verkiezingen. Ik heb heel lang in Brussel gewoond na mijn studies, maar ben dan op een gegeven moment, klassieke verhaal, op zoek naar een huis teruggekeerd naar mijn roots, die liggen in Liedekerke. Het is toen beginnen kribbelen. Ik dacht, ik kan hier een steentje bijdragen. Ik kan misschien iets betekenen voor mijn lokale gemeenschap. En ik heb me toen voor de lokale verkiezingen opgegeven. Ik was ook direct verkozen. En zo heb ik eigenlijk in mezelf een heel late roeping ontdekt. Politiek is voor mij echt een late roeping geweest, maar het is een microbe die mij niet meer loslaat. Het zijn sindsdien de 8e verkiezingen waar ik aan deelneem. Hopelijk nu van op een toch een mooie plaats echt naar het parlement te kunnen geraken. En ik kijk daar ongelooflijk naar uit. Ik vind het ook onwaarschijnlijk boeiend om als academicus zet je zaken vanuit problematieken die zich stellen, probeer je zaken via onderzoek op de politieke agenda te krijgen. Vanuit, nu ga ik het kunnen effectief, wat er gesignaleerd wordt vanuit de academia, proberen mee op die politieke kaart te krijgen en om te zetten in beleid. Beleid dat zich dan ook lokaal wordt vertaald. En wat die vertaalslag naar dat lokale vind ik ook heel belangrijk. En die ervaring, die heb ik ook. Dus ik vind van mezelf dat ik nu een ongelooflijk mooie combinatie heb van het heel lokaal bezig zijn en hopelijk dat parlementaire en vanuit de academie zaken te kunnen veranderen. Ik heb nooit moeten nadenken, toen ik de beslissing had genomen om mij lokaal te engageren, politiek te engageren, heb ik nooit moeten nadenken over welke partij. Ik vermoed dat de verklaring ligt in het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Mijn grootmoeder, ze wordt 90 binnenkort, zij is van Russische afkomst. Zij heeft 4 jaar in Duitsland in de kampen gezeten en is dan in België, in Liedekerke, terechtgekomen. Zij was de eerste vrouwelijke mandataris in het OCMW in Liedekerke. Dus zij heeft ook zich altijd politiek geëngageerd. En die waarden waarvoor SPA, Sociaaldemocratie, staan, dat zijn waarden die ik met de paplepel heb meegekregen. Dat hoeft niet onmiddellijk, niet iedereen kiest een partij waar hij in opgegroeid is of waar hij mee opgegroeid is. Dat is geen evidentie.
Voor mij is dat wel. Voor mij is dat wel de waarde van SPA zijn de waarden die ik ook zelf vertegenwoordig. Dus ik heb eigenlijk op geen enkel moment getwijfeld, nog nagedacht over alternatieven. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Niet zozeer misschien voor mijn politiek werk alleen, maar ja, ik ben iemand die helden nodig heeft. Maar ik heb er wel misschien wel één en die is onlangs overleden en dat is Nelson Mandela. Ik heb het genoeg gehad om in 1993 kreeg hij een eredoctoraat aan de VUB en ik was daarbij. In die aula, in die grote aula. En toen hij het podium opkwam en ik weet zelfs niet meer of Frederik Willem de Klerk erbij was met wie hij samen dat eredoctoraat kreeg. Maar ik was daarbij en die hele aula die zinderde toen hij gewoon binnenkwam. Dus die had een onwaarschijnlijk aura, charisma rond zich. En als je bedenkt dat die man 28 jaar in de gevangenis heeft gezeten, gestreden heeft tegen windmolens, vond men toen. Hè. Men dacht dat het systeem niet kon veranderen. Dat vind ik bijna bovenmenselijk. Hoe iemand kan blijven geloven in een andere weg, in een andere wereld, in een juiste weg. En daar ook alles voor over heeft. Hè. Hij had gelukkig, gemakkelijk vroeger uit de gevangenis kunnen komen, maar niet opgeven en geloven dat er iets anders bestaat. Dat vind ik onwaarschijnlijk. En dat moet een inspiratie zijn voor iedereen die in de politiek zit en die soms het gevoel heeft van, ik kan geen dingen veranderen. Jawel, jawel, je kan dingen veranderen in de politiek, maar ook daarbuiten. Wat zijn uw politieke interessegebieden? Ten eerste media en cultuur. Hè. Dat is heel evident, dat zijn mijn vakgebieden. En voor beiden, er zijn eigenlijk grote synergieën tussen de beiden. En eigenlijk vind ik ook dat je één minister van media en cultuur zou moeten hebben. Omdat dat gaat, een goed media en cultuurbeleid gaat over twee zaken. Dat gaat één, het garanderen van een aanbod, een divers, rijk, kwalitatief mediaaanbod en cultuuraanbod. Maar dat volstaat niet. Je moet mensen ook tools geven, instrumenten geven om hun weg te vinden in dat aanbod. En voor cultuur gaat dat over het ontwikkelen van culturele competentie. Het tweede thema, eigenlijk het derde waar ik graag mee bezig zal zijn, en ik weet ook dat ik niet op alles ga moeten kunnen inzetten, dat ik ga moeten kiezen, maar ze zijn voor mij belangrijk, is vanuit mijn praktijk als schepen in de rand rond Brussel, de brede rand rond Brussel, worden wij geconfronteerd met het proces van verstedelijking door het uitdijen van Brussel. Veel partijen vinden dat een probleem. Ik vind dat niet per se een probleem, maar het is wel een realiteit, een sociodemografische realiteit, waar we moeten proactief kunnen op inspelen. Vanuit Vlaanderen kijkt men neer op Brussel of men ontkent Brussel en men wil zich niet mee bezighouden. Wel, ik denk dat een sterk Brussel ook een sterk hinderland is en we zijn op elkaar aangewezen om de zaken globaal aan te pakken. En dan een laatste thema, en dat ligt mij ook zeer nauw aan het hart, is het hervorming van het onderwijs. Ik ben professor kunnen worden, maar mijn papa en mama zijn allebei tot 14 jaar naar school geweest. Mijn papa is een metser. Ze hebben de kans niet gekregen om te studeren. Geen een van de twee. Dus ik ben het product van de democratisering van het onderwijs. Maar toch zie ik nog altijd, toen ik aan de VUB kwam, was ik een van de weinige arbeiderskinderen. Maar eigenlijk vandaag zijn er niet significant meer. En ook kinderen van allochtone origine krijgen verhoudingsgewijs minder kansen om door te stromen naar het hoger onderwijs. Bedoel ik daarmee dat iedereen naar de universiteit moet gaan? Nee, in tegendeel. Mijn papa heeft als metser heel zijn leven, zijn job met heel veel fierheid gedaan. En nu vandaag, door het watervalsysteem en de symboliek van de ladder waarbij BSO onderaan staat en ASO bovenaan, creëer je heel veel frustratie, zorg je ervoor dat mensen niet hun juiste talenten ontwikkelen, daar de kansen niet toe krijgen. Dus die ontwikkeling van de hervorming van het onderwijs is voor mij heel, heel, heel fundamenteel belangrijk. Wat kan er anders en beter in de politiek? Ik geloof dat je op een andere manier kan aan politiek doen. Zowel naar de burger toe, door heel oprecht te communiceren en hopen dat je daardoor het slechte imago van de politiek kan herstellen. Want dat is eigenlijk wel chockerend. Als professor geniet je aanzien. Als politica ben je het vuil van de straat. En dat is erg. Want politiek gaat over heel concrete maatregelen nemen, heel concreet beleid voeren, dat iedereen voelt, dat iedereen ondervindt
in zijn leven. En mensen zijn zich daar onvoldoende vaak bewust van dat belang van politiek, omdat men een beetje een aversie heeft van politiek. En ik denk door op een eerlijke, integere manier aan politiek te doen, naar de burger toe, kan je daaraan verhelpen, maar ook naar andere politici toe. Het spierballen, groffel, het geroep en het tier tussen politici is iets waar mensen een hekel aan hebben. En ik ook. Ik heb er ook een hekel aan. Dus ik denk dat je ook na een dialoog met de andere partijen moet proberen op een ernstige en eerlijke manier met elkaar om te gaan. Wat hoopt u te bereiken na 25 mei? Ik zal ze geslaagd noemen, deze verkiezingen, als we tussen dit en 25 mei aan zoveel mogelijk burgers in dit land kunnen uitleggen voor welke keuzes we staan. Dat mensen weten dat we nu voor 5 jaar lang gaan kiezen. En op 5 jaar kan je veel mooie dingen realiseren, maar ook veel kapot maken. En het besef dat een partij zoals de mijne, SPA, het opneemt voor iedereen in onze maatschappij en echt zegt, wij kunnen de sociale welvaart garanderen. Als we die boodschap naar de burger kunnen krijgen, dan denk ik dat we ook een hele mooie uitslag kunnen neerzetten. En dus voor mij gaat het daarover, het kiezen voor het model van maatschappij dat we willen. En natuurlijk voor mij persoonlijk zou het heel fijn zijn als ik dan op die tweede plaats kan verkozen worden en dat er na mij, dat we samen nog met een veel grotere groep in het Vlaams parlement vanuit de SPA-fractie kunnen iedereen vertegenwoordigen. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Het voorwerp dat ik meegebracht heb, of liever het voorwerp dat ik wilde meebrengen, was een toneelkijker. Die was hier niet onmiddellijk voorhanden, want de verstrooide professor, als ik ben die gewoon thuis vergeten. Maar wat we wel hebben gebracht is een lens en de symboliek sluit daar wel eigenlijk bij aan. Die toneelkijker zegt 3 dingen over mij. Ten eerste vertelt het veel over mijn passie. En dat is mijn passie voor cultuur en klassieke muziek en opera in het bijzonder, die ik ook deel met mijn echtgenoot. Want ik heb die toneelkijker gekocht in Bolshoi Theater in Moskou. In 1990, als ik mij niet vergis. Zegt een tweede iets over mijn tweede passie en dat is Rusland. Hè. Mijn grootmoeder is van Russische oorsprong. En wij onderhouden de contacten met de familie in Rusland nog altijd heel intens. Dus mijn liefde voor Rusland, ook al is vandaag Poetin aan de macht, het Rusland van mijn familie, van mijn vrienden, is mij ongelooflijk dierbaar. Dus dat is ten tweede. En ten derde zegt het iets over mij in die zin dat ik altijd iemand ben die, zoals door deze lens, verder wil kijken. Verder, altijd aan de oppervlakte. Nooit aannames aannemen per se. Ik ben daar ook een VUB'er in. VUB'ers zijn redelijk eigenzinnige mensen. We zijn redelijk, maar we zijn ook eigenzinnig. Dat wil zeggen dat je nooit dingen zomaar aanneemt die als waarheid worden gepropageerd. Maar ik heb die kijker nodig om verder te kijken, achter de façade te kijken en dingen te proberen zien die veel mensen vandaag nog niet zien. En daarop proberen te anticiperen en in beleid om te zetten.